Prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor. Alsjeblieft, schijn er toch uit. Ik heb jullie een brandschoon negatief gegeven en ik verwacht van jullie een gave kopie zonder die megaprinte rotzooi. Hè? Ja. Nou, weet je wat? Jullie zien maar dat het in orde komt. En hij moet vanavond wil ik het nog in huis hebben. Goeiedag. Zakken. Hoi. Heb je de foto's? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Zo. Goh, dat is niet mis. Jij bent helemaal geen slechte fotograaf. Weet je dat? Verbaas je dat? Omdat ik een Marokkaan ben soms? Zeik nou toch niet zo. Trouwens, je bent niet soms een Marokkaan. Je bent altijd een Marokkaan. En het wordt nou langzamerhand... Hé, hey, zeg dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Jou kan ik net gebruiken. Ik heb een rol voor je. Hè? In een reclamespot. Als in vloermat zeker? Nee, als closetrol. Is het nou goed? Hij stapt dan toch eens over die complexen heen. En reageer nou eens als een normaal mens. Hè? Ja, meester. Ik heb iemand nodig zoals jij voor in een bierspot. Waarvoor in? Meedoen in een reclamefilmpje voor de ster. Voor bier. Voor bier? Maar dat kan ik toch niet maken? Als ze mij zien als... Wat betaalt dat eigenlijk? Genoeg om jou over je principes heen te helpen. Ja, zeg, hoor eens hier, hè. Dat is ook helemaal niet nodig, want er zit geen alcohol in dat bier. Frek, zeg dat dan. En ik heb nog geen, nog eentje nodig. Huh? Nou, nog zo'n Marokkaan. Aha. Hij moet een beetje Nederlands kunnen spreken, hè, zoals jij. En hij moet er goed uitzien. Net zoals ik? Minstens. Kan je daarvoor zorgen? Ja, natuurlijk. Oh, nou, doe dat dan, oké. Je hebt toch een videocamera? Ja, zeker. Nou, neem dan een paar van je gabbers op een bandje op. Hè? Dan heb ik een beetje keus. Trouwens, ik zal in de toekomst wel vaker met allochtonen moeten werken. Jullie zijn een snel groeiende doelgroep. Hé, pas op. Niet schelden, hè? Schelden? Wat? Hoezo? Geintje. Ik maak alleen maar een geintje. Oh, nou ja, dat zeg je wel. Maar jullie zijn wel gauw op je allochtonen getrapt. Hij zegt... Een geintje. Ik maak gewoon een geintje. Hier. Hier is het draaiboek. Dan kan je het vast een beetje bekijken. Dank je. U hoort nog van ons. Nog iets leuks bij de post? Nee. Niks? Rekeningen. En dat we de hoofdprijs gewonnen hebben als we deze envelop onmiddellijk openmaken. Oh, is weer zover. Nou, mooi dicht laten en regelrecht de prullenbak in. Wat dacht jij dan? Wat is dat? Oh, van ons vaste reisbureau. Het wordt zo langzamerhand tijd om ons weer eens ernstig te beraden over de vakantie. Oh, dat zou je gek vinden. Maar ik heb best wel weer zin om te kamperen. Kamperen? In een tent? Ja, gezellig toch? Weet je niet, vroeger? Vroeger ja, maar ben je er nu niet een beetje te oud voor geworden? Dank je. Jij kan toch soms ook een lieve dingen zeggen? Ja, maar ik ben realist, hè. Kijk, wij zijn niet meer bestand tegen zulke bittere ontberingen. Bittere ontberingen? Jij wordt oud, vader. Laten we het hopen. Ja, in ieder geval ben ik het zat. Om ieder jaar in het door jou uitgezochte obligate pension of vakantiehuisje of hotel te bivakeren. Wat krijgen we nou? Happen naar de baas. Zo te horen bood ik je anders genoeg variatie. Ik wil vrijheid. Hm? Geen verplichte ontbijten, geen krakende bedden. En niet moeten blijven als je niet bevalt. Nee, dan liever in een lange reis aan te wachten voor de douche. Of met een rol playpapier het hele terrein overhollen. Als je heel nodig moet, vervolgens niet op die bril durven te gaan zitten. S'nachts uit je slaap worden gehouden door vreemd gesnurk en andere onsmakelijke geluiden. Ja, 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 ja. Nou, mij maak je toch niet tegen, hoor. Ik vind dat je nou eens een keertje mijn zin moet doen. Wat krijgen we nou? Mijn hele leven staat al in het teken van jouw zin. Onzin? Mag ik binnenkomen of hebben jullie ruzie? Ja, dus kom maar gauw binnen. Ik heb nieuws. Wat is het dan? Ik kom op de televisie. Wat leuk! Maar laat me eens raden. Bij Carrie Tefse, op goed geluk. In opsporing verzocht natuurlijk. Een reclamespot. Voor een bleekmiddel. Joris. Voor bier. Voor bier? Jullie mochten toch niet drinken? Voor alcoholvrij bier. En ik moet nog een Marokkaan meebrengen. Daar neem ik oma voor. Nog een Marokkaan op de tv? Nog een Marokkaan. Ze komen veel te weinig bij al die programma's. De televisie zit zwart van de blanken. Ah, laat je niet stangen, Hassan. Je hebt pech, Joris.
Er komen steeds meer allochtonen op televisie. Hoe weet je dat? Dat zei de regisseur. En hij heeft nog vaker Marokkaan nodig. Nou, je kent er genoeg. Precies. En nou heb ik een fantastisch idee. Ik begin een bureau. Een bureau? Voor acteurs. Oh, castingbureau. Ja. Heel slim. Dat had ik niet achter je gezocht. Ja, ze gaat in de markt. Allochtone castingbureau. Turk, Tunesier of Marokkaan, Hassan, help je er wel aan. Voor op je briefpapier. Nou, mijn zegen heb je. Heel goed. Mag ik van de week op jullie terras? Hoezo? Om videoopname te maken. Waarvan? Van Marokkanen. Voor mijn archief. Ja, hoeveel Marokkanen verwacht je? Zoveel als kan. Moet het nou echt hier op het terras? Tuurlijk. Ja, tenminste, als het mooi weer is. Anders hier in de kamer. Ja, kom zeg. Ik wil die horde niet op mijn bloedige geboende parket. Hiero. Bid dan maar voor mooi weer. Racist. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ik ben mechtaj lina aoud. Bhalash. Hallo, het is met jullie echt wel net. Je moet niet zomaar limpje zien, Lia. Je hebt een trubhoosje in de vlus. Vlus? Vlus, houdt het niet. Ik maak een beetje bij jou, Sarja. En je wil je door film of televisie, of la reclame, of la figurant. En die maakt het is altijd al hergeerd. Oorlog om het te zien, Lina. Schak je gewoon zo verder? Bezef, bezef. Bezef. Schak je gewoon zo verder? Alle hassen op door liggen, Lina, kulle wacht. Walaki, lezen, tjigel aan die hoelloel. Wanneer dom ik kulje. خص كل واحد منكم يكتب الاسم والعنوان ديالو في شي ورقه باش يمكن ليه نتصل به بسهوله وحاجه لازم تكون التصويره مع هادشي انا ما عندي تصويره ماشي مشكل الا خلصتي ليا 25 خلده نسجلك ونصورك من عندي بطل ولا ما خف نكذب هاي راه انا ما كنبز على حد غير ماشي يجي عندي شي واحد كيبكي ملي يعرف باللي الاخرين ربحوا 2000 خلده وهو ما ربح والو وانت عندك زعما شي ربح في هادشي ماشي بزاف شي نسبه مئويه على حسب المصاريف ديالي قول شي 10% هكذاك 10% اختفالي وراه هولندي ديال الصح ايوا هادي مساله عاديه كل خدمنا الاجره ايوا انتم سمعتوه من عند واحد اخر اجي مولاي مع من انت هذاك راه صاحبك هذاك واش باغي تدوخنا ولا ايوا هذا هو الصاحب اللي عنده العزيز بغى يدوخنا على دابا هذا هو ايوا اش من صديق انا انا كنخلص هذا قيدنا انا الاول 25 ديالي ما عندي ما نسب شوف الله يخليك الا ما تقيد لي الاسم والعنوان ديالك حتى بعدا راه عندي لك واحد الدور خليها بيناتنا حتى نخرجوا نهضر معاك Hey, wat doe je? Hoor, het is lekker regenen. Lekker regenen? Hey, weet je nog, vroeger op de Schelling, als de regen zo gezellig op tent tikte. 14 dagen achter elkaar, ja. Ik weet het nog precies. Nou, we hoeven toch niet in Nederland te blijven? Trekken we naar het zuiden, net zolang tot het mooi weer is. Wat doe je? Je tentje lijkt je moet uit een griffeltje te graven. Ja, nou, dat is jouw werk. Oh, als ik het niet dacht, hè. Nog een spin op je kus ook. Waar? Nergens. Nou, pestkop. Nou, ik heb de folders van vakantiehuisjes op het Franse platteland gevraagd. Nee, ik wil nou eens een keer niet op één plek. En ik wil niet in een tent. We hebben even over een tent. Ja, zeg. Nee, ik heb het vanmiddag met Charles over gehad. En die zei dat we zijn caravan konden gebruiken. Gewoon gratis voor niks, om te proberen. Nou, dat lijkt me nou zo leuk. Lekker vrij zijn, gaan en staan waar je wil. En dat dacht je te bereiken met zo'n sleurhut achter je aan. Trouwens, de auto trekt het niet eens. Nee, het is zo'n lichte vouwcaravan. Vouwcaravan. Wil dan liever de lucht in. Waar is Omar? Heb jullie Omar gezien? Hassan, ik zit hier. Oh, sorry. Ik heb jou niet gezien. Hey, mogen wij soms niet weten waar het over gaat? Ik spreek ook Hollands, hoor. Heel goed. Als je op de televisie bent, moet je Hollands spreken. Heb je al werk voor me dan? Nee, jij hebt je toch niet laten inschrijven? Nee. Voor jou heb ik niets. Wel voor Omar. Heb jij een rol van mij? Jazeker. Fantastisch. En de opname is de 18e aanstaande, om 2:00. En hoeveel betaalt het? 2000 gulden. Hè? Minus? Minus 10%. 2000 gulden? Was je hem kijk echt aan het zeggen niet? Als je Hollands spreekt en 25 gulden betaalt.
Kan je mij ook inschrijven? Ja, natuurlijk. Ik moet trouwens nog een foto van je maken. En voor maar 25 gulden? Het is cadeau. En morgenmiddag is er screentest. Morgenmiddag, ik kom. Screentest? Wat is dat? Dan maak ik een paar proefopnamen op video. Bij mij thuis. In het huis prettig geregeld. Nou, schrijf maar in. Dat is dan 25 gulden. Alsjeblieft. Moet jij mij nou dat eens niet weten? Oh ja, natuurlijk, sorry. Ik kan niet alles tegelijk doen. Ja, ja. Mij ook. Hier 25 gulden. Ja. En met elkaar meereden. Anders krijg ik morgenmiddag van al die oude auto's voor de deur. En dat is niet goed voor het imago van mijn bureau. Heb jouw bureau al een naam? Ja, natuurlijk. Castingbureau. Prettig geregeld. Oh ja, prettig geregeld. Attentie, stilte. Iedereen klaar? Ja. Actie. Alsjeblieft, meneer. Dank je wel. Moussa, wat drink je daar, bier? Schande, wij mogen toch geen alcohol drinken? Nee, maar dat is alcoholvrij bier. Proef maar. Alsjeblieft. Is Joris daar? Nee, die is achter. Oh, dank je. Kijk eens wat ik heb. Kalm, rustig een beetje. Je toetert dwars door Hassens screentest heen. Wat is dat? Wat heb je vredesnaam achter je aanhangen? Hé, hey, dat is de valkuil voor Charles, weet je wel? Oh, nee, hè. Daar blijft me ook niets bespaard op dit ondermaanse. Nou, zet het ding in de hoek, ik wil het niet zien. Ja, ga zelf maar ergens in de hoek staan, onvriendelijk persoon. Je kan toch op zijn minst even de moeite nemen om te kijken? Nee, ik ben helemaal niet nieuwsgierig. Nou, doe niet zo flauw. Je zal me toch moeten helpen met dat ding op te zetten. Oh, nee, dat doe je zelf maar. Het was toch een fluitje van een cent, zei je? Oké, okay, shukran. Hallo. Wie is er nog niet aan de beurt geweest? Ik. Kom maar. Oké, ga zitten. Stilte. Actie. Wat moet ik doen? Je naam zeggen. Ik ben Ahmed Abdullah. En nu moet je blij kijken. Waarom? Dit is de expressietest. Oké, kom op. Blij kijken. Actie. En nu proef je iets vies. Nog viezer. Heel vies. En nu moet je schrikken. Nog erger. Oké. Ik ben klaar. Jullie kunnen gaan. Bedankt. Je hoort nog van ons. Nou, wat nu, Hanna? Ja, zeur nou even niet. Nou, moet je luisteren. Ik zeur niet. Eens even kijken. Kijk even. Het moet een beetje hoger. Er moet ergens een haakje zitten. Een haakje zit hoger, schat. Nou, wacht even. Ik wacht. Hoe was het ook weer? Ja, hoe moet ik dat weten? Ik heb geen instructie. Valkerven gehad. Nou, Charles zei... Wat zei Charles? Laat me nou even denken. Oh, hij wist het ook niet. Hoe bedoel je? Dat hij zegt, laat me nou even denken. Doe niet zo melig. Ze gaan een beetje leuk worden. Nou, doe nou. Het moet daar en daar hoger. Lieve schattenbout, daar zit het hoger. Ik weet niet of je het ziet, maar het kan nee, daar het niet. Nee, het moet met een haak. Verrek. Heb je nou je zin? Hanna, sta niet zo stom te lachen. Ik kan niet. Haal me eruit. Ik waarschuw je, als jij niet wat doet, doe ik jou wat, hoor. Hoe wou je dat dan doen? Hanna, haal me eruit. Doe wat. Geluid. Loopt. Camera. Speed. Alterbier, sleet 1, take 1. Actie. Alsjeblieft, meneer. Dank u, ober. Hassan, wat drink jij daar? Bier? Schande. Wij drinken geen alcohol. Nee, maar dit is alcoholvrij bier. Proef maar. Heerlijk. Ja, stop maar. Stop. Omar, je vindt het lekker, hè? Helemaal niet. Nou ja, dat kan me niet schelen, dat doe je maar pas op. En je zegt dat je het heerlijk vindt, hè? En dat wil ik ook zien, hè? Oh ja. Ja, goed. Nieuw flesje, nieuw glas. Klaar? Geluid? Loopt. Camera? Speed. Alterbier, sleet 1, take 2. Actie. Alsjeblieft, meneer. Dank u, ober. Hassan, wat drink jij daar? Bier? Schande. Wij drinken geen bier. Stop! Omar, je moet je wel in je tekst houden. Wij drinken geen alcohol.
Wel bier, als er maar geen alcohol in zit. Oh, hè? Sorry, ik begrijp het. Geeft niks, geeft niks. Laten we het nog maar een keer droog doen. Droog? Hoe kan dat nou droog? Ik bedoel, zonder dat de camera loopt. Oh. Neem nou eens een flinke slok en zeg nou eens heerlijk. Heerlijk. Ja, 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 nou, het is al beter, maar doe dat nog eens een keer. Heerlijk. Ja, nou, geef mij eens een glas. Kijk, ik doe het je voor. Hè? Heerlijk. Begrijp je? Komt. Nieuw flesje, nieuw glas. Geluid. Loopt. Camera. Speed. Arabier. Sleet 1. Arabier, dat is zo gooien. Heren, geen flauwekul alsjeblieft. Schiet op. Actie. Altebier. Sleet 1. Take 8. Actie. Alsjeblieft, meneer. Dank u, ober. Hassan, wat doe jij daar? Ja, stop! Doe ik iets fout? Ja, je zei, Hassan, wat doe je daar? Maar het moet zijn, Hassan, wat drink je daar? Oeh ja, sorry. Nee, geeft niet, geeft niet. Nieuw flesje, nieuw glas. Alterbier, sleet 1, take 15. Actie. Alsjeblieft, meneer. Dank u, ober. Hassan, wat drink jij daar? Bier? Ja. Schande, wij drinken geen alcohol. Nee, maar dit is alcoholvrij bier. Proef maar. Ja, stop, stop maar. Wat sta je nou te wippen, Omar? Ja, ik moet zo nodig. Nou ja, schiet dan op alsjeblieft. Ga maar. Belet je aan deze man. Wat is er? Wat ga je doen? Ik moet ook even. Oh, maar schiet wel op, hè. Ik ook niet. Sorry. Karel, het is op. Wat is op? Het alcoholvrije bier. Hoe kan dat nou? We hadden gisteren nog 3 kratjes. Ja, iedereen wil proeven. En je hebt zelf gisteravond een kratje meegenomen voor je verjaardag. Is er dus echt niks meer? Nee, alleen gewoon bier. Dat kan ik natuurlijk wel overgieten. Het verschil zie je niet. Oh ja, doe dat dan maar. Maar hou je kop, hè. En schiet een beetje op, het moet vanavond nog klaar. Okay. Waar blijven ze nou toch, die sekkers? Alter bier, sleet 1, take 16. En actie. Alsjeblieft, meneer. Dank u, over. Hassan, wat drink jij daar? Bier? Ja. Schande. Wij drinken geen alcohol. Nee, maar dit is alcoholvrij bier. Proef maar. Nou, bijna goed. Als je nou ook je tekst nog zegt, hè, maar dat leegdrinken in 1 teug, dat is goed, dat werkt. Altebier, sleet 1, take 28. Actie. Alsjeblieft, meneer. Dank u, ober. Hassan, wat drink jij daar? Bier? Schande. Wij drinken geen alcohol. Nee, maar dit is alcoholvrij bier. Proef maar. Heerlijk. Ik proef geen verschil. Dat is hem. Dat is hem helemaal. Die hik, die halen we er straks wel uit. Printen. Kan ik nou gaan? Ja, ga maar, ga maar. Bedankt. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Hé, hey. Luister eens. Ja. Toch klopt er iets niet. Wat klopt er niet? Hij zei, ik proef geen verschil. Nou, men. Hoe kan hij nou geen verschil proeven als hij nooit bier heeft geproefd? Maar wie zegt dat hij het nooit geproefd heeft? Heb jij het nooit geproefd? Ja, dat zeg ik niet. En dat heeft er niks mee te maken. Nou, wat zalig je dan. Goedenavond samen. Hassan! Vertel jij het, maar hij gelooft mij niet. Wat gelooft hij niet? Nou, deze meneer wilde in de auto stappen, maar hij rook behoorlijk naar de drank. Vervolgens beweerde hij dat hij alleen alcoholvrij bier dronk. Ja, dat klopt. Geef eens een flesje. Hier, kijk u maar. Alter bier, alcoholvrij. Heerlijk. Proef geen verschil. Ja, ik ook niet. En moet je dat verband nou nog lang om je hals? Ik vind geen gezicht. Minstens nog een week. Zodat iedereen kan zien... Dat jij een onnozele hals bent. Jazeker, die zich niets vermoeden door zijn liefhebbende vrouwtje in een vouwwagen heeft laten vouwen. Ik zal mijn hele leven lang er iets aan overhouden. Het zal tijd worden. Tot nu toe is je dat nog nooit gelukt. Wat niet? Iets overhouden.
Zeg, je gaat toch niet ineens ad rem worden, hè? Want dat vind ik heel hinderlijk. Hé, luister eens. En dan moet je niet onmiddellijk gaan schreeuwen, hè? Wat nou weer? Schreeuw ik ooit? Zou je dat er nu ook niet doen? Wacht eens, je hebt iets gekocht. Natuurlijk weer zo'n vreselijke kooltrui die me niet staat. Ik heb helemaal niks gekocht. Dat wil zeggen, nog niet. Wat is het? Ik kan heel voordelig een zo goed als nieuw caravannetje krijgen. Een caravan? Een caravan? Zeg, word jij nou nooit wijzer, hè? Is het niet genoeg dat je me bijna om zeep hebt geholpen met dat rotte fouding? Heb je iets tegen me? Zeg het dan. Stoor ik? Wel, nee. Kom binnen, Hassan. Hebben jullie even tijd? Ik wil jullie wat laten zien. De bierspot, wat leuk! Nee, nog leuker. Nog leuker? Als ik maar geen breuk lag. Aan die nek heb ik al meer dan genoeg. Let op. Daar komt hij. Ja, doe niet zo melig. Gaan we een beetje leuk worden. Wat krijgen we nou? Hoe kom je daar aan? Zelf opgenomen. Hier hoger, nee, daar luister, zit het op. Au, au, au. Gaan we eruit. Oh, enig. Enig. Wat leuk, Hassan. Enig. Hé, Joris? Ja hoor, vermaken jullie maar met andermans ellende. Het is toch hartstikke leuk? Nou, een beetje lullig opgenomen, maar Allah. Bij de Tros vinden ze het ook heel leuk. Hoe bedoel je? Ik heb het ingestuurd naar dat programma met de videootjes. De leukste thuis. De leukste thuis? Dat ben jij zeker? Zeg, hoe haal ik het in je hoofd? Nee, daar komt niks van in. Dat laat ik niet uitzenden. Je vindt dit zo leuk. Ja, hier in de kamer, ja. Je denkt toch niet dat ik voor heel Nederland voor video-idioot ga staan? Ja, en al die kinderen op school die het zien. Die vinden dat heel leuk. Ja, dag. Jij belt de Tros maar en zegt dat het niet doorgaat. Maar wij zijn al door de voorselectie heen. Kijk eens. Voorselectie? Dat ben je helemaal gek geworden, geloof ik. Graag geselecteerd uit in de studio. Uw slachtoffers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Slachtoffers, zeg, zijn ze nou helemaal? Als ze dit uitzenden, klag ik de trots.